Ik ben Melanie en samen met Marco hebben we een camping en een pagiets in het midden van Frankrijk in de Auvergne. Om precies te zijn in het park Livradois-Forêt. Livradois-Forêt is nog niet zo bekend en daar gaan wij verandering in brengen. Het idee achter deze vlogs is om iedereen eens te laten zien hoe mooi het hier is. En we gaan een nieuwe nieuwsbrief beginnen. Een extra nieuwsbrief die maar 4 keer per jaar uitkomt. En die gaat speciaal over wandelen. En dan met name hier natuurlijk. En daarom gaan we iedere keer proberen om tijdens onze vlogs te laten zien een wandeling. Achter me zie je de Belvedere. De Belvedere is het uitzichtpunt van Echandelie. Dit is vlak naast onze camping. Vanaf de camping loop je er zo heen. En vanaf de Belvedere kun je alle puits aan de overkant zien. Je kunt de Sancy zien, de Cantal, de Puy de Dôme. Dat is echt prachtig. Vooral straks, want het is nu november. Als in november de eerste sneeuw gaat vallen. Het is dit jaar eigenlijk al een beetje laat. Meestal is het er al wat eerder. Dan is dat echt zo'n prachtig gezicht. Dan hoop ik jullie ook nog te kunnen laten zien. Nou, dat hadden wij natuurlijk leuk bedacht om iedere keer een wandeling te filmen. Maar nu is het weer in lockdown en mogen we helemaal niet zo ver weg. We mogen maar 1 kilometer van ons huis af en een uur op pad. Maar goed, waar zijn niet voor 1 gat te vangen hoor. Gelukkig is er hier een wandeling die start in Echandelie, Le Panorama. En die komt hier langs de camping en de zits. Is dat nou niet fantastisch? Kan ik toch nog wel een klein stukje laten zien. Ik sta nu op de Belvedere en beneden in het dal zien jullie Echandelie liggen. Les Deux Frères is een onderdeel van de commune van Echandelie. En heel veel dorpjes die je in de verte ziet liggen, die horen daar ook bij. De wandeling Le Panorama start daar. En Le Panorama, dat zegt het al, dat is een wandeling met heel veel panorama's, met heel veel uitzichten. Het is een prachtige wandeling. Daar start hij. Maar dan loop je helemaal daarachter, langs de bomen zo. En dan kom je daar door die dorpjes en dan via het bos kom je dan hier beneden op de weg uit. Om ook een kijkje te nemen hier op de Belvedere natuurlijk. Je komt langs de zagerij en dan kom je hier langs de Belvedere. En dan klim je hier natuurlijk omhoog om van dat mooie uitzicht te genieten. En daarna lopen we weer verder. En hier kom je langs ons huis in de Giet. En langs de paal waar het streepje op staat van Le Panorama. Het groene streepje. Want Le Panorama wordt aangegeven door groen. Langs onze moestuin, kijk. Het huisje La Coccinelle, Le Papillon. Als je bij het kruis naar beneden loopt. Komen we hier en kijk, hier is ook alweer zo'n prachtig uitzicht. Bij dit bord gaan we dit pad naar beneden, langs dit oude huis. Volgen we dit pad naar beneden. Dit is dan wat ik zie. Zien jullie dat? Echandelie en de Sancy. Helaas kan ik jullie nu niet helemaal meenemen op de wandeling van Le Panorama. Vanwege de restricties, ze mogen natuurlijk maar 1 uur en 1 kilometer. Maar daarom heb ik jullie als bonus even meegenomen, terwijl het avond is. De zon gaat bijna onder.
Als jullie meer willen weten van Le Panorama, de poes gooit het dan net om. Als jullie meer willen weten over de panorama, dan raad ik aan om ons e-book te downloaden. Ik zal een link zetten onder het filmpje. Maar nu gaan we eerst naar de zonsondergang kijken. Noes wil ook even een beetje aandacht, hè, Minoes? Hoi, meisje. Hoi. Kijk, ze is helemaal meegelopen. Maar ze weet de weg, hè, meis? Lekker poepie. Nu moeten we weer naar de zonsondergang kijken, Minoes, want zij moet te laat. Het is november en de herfst loopt op zijn einde. De laatste blaadjes zitten nog aan de bomen. Maar zodra het weer een beetje gaat waaien, zijn ook die verdwenen. De was kan nog best wel lekker buiten wapperen, want het is nog mooi weer. Maar voordat je het weet, is de winter daar. En de winter is voor ons een periode van rust. De giet is dicht, de camping is leeg. En zoals de seizoenen gaan, zo leven wij ook hier op onze berg. We zijn vol verwachting in de lente voor wat er komen gaat. We genieten van de drukte in de zomer met al onze gasten. En dan in de herfst, dan is het nog eventjes afbouwen. En dan als de winter komt, is de rust. We verzamelen nu nog eventjes wat plaatjes. Die gooien we op de moestuin om hem lekker af te dekken voor de winter. En kijk, de goudsbloemen die bloeien zelfs nog. Nou ja, zodra de eerste vorst geweest is, is die bloei ook voorbij. We snoeien nog waar het nodig is. En als het kan, drinken we onze koffie in de zon. En dan heel langzaam gaan we in de vertraging. Net als de natuur.